onze aarde leeft. Ze beweegt, ze ademt. En dit alles binnen haar limieten en grenzen. In een heel subtiele balans en dat heet dynamisch non-equilibrium. Wij als mensen zijn nog maar een jonge soort. We komen eigenlijk net pas kijken op deze aarde. En we zijn onze balans nog aan het zoeken. Zo ook op dit moment. In de wereld, in Europa, in Nederland, in Brabant, in onze gemeente. Tja, daar staan we dan voor een enorme opgave. De aarde die warmt op. En we moeten kijken hoe we 2 graden klimaatverandering kunnen tegengaan. De tijd dringt en het is nu ineens jouw probleem. En aan jou wordt gevraagd om daar de beste keuze over te maken. Maar wat is die beste keuze nou? Wat is die beste oplossing nu? In het klimaatakkoord staan verschillende alternatieven. En op dit moment kiezen we voor het beperken van CO2. Eigenlijk de druppel op de gloeiende plaat. We stappen volkomen over alle andere alternatieven heen, zoals bio-energie, de opvang en opslag van CO2 en herbebossing. We vergeten dat die oplossingen er zijn, maar soms zelfs weten we niet eens dat die oplossingen er zijn. We gaan nu met hetzelfde type mensen aan de slag als 50 jaar geleden. Mensen die toen ook al wisten dat dit probleem zou gaan ontstaan. We worden eigenlijk meegenomen in een keuze dat eigenlijk ook ons andere probleem oplost. Een probleem dat onze fossiele brandstof opraakt. Dus het gaat over van een lobby voor fossiele brandstof naar een lobby voor groene energie. Een windlobby. Er worden verschillende opties aan ons aangedragen. Maar is die ene nu beter dan de andere? En zijn ze eigenlijk wel zo duurzaam? Zoals Einstein zegt, we kunnen nieuwe problemen niet oplossen in een oude manier van denken. Maar wat als we nu eens durven stil te staan? Te reflecteren, tot onszelf te komen en weer te voelen in onze onderbuik. Wij zijn natuur, de natuur is ons. En waarom we vragen haar niet hoe zij het al die tijd heeft opgelost? Natuur heeft eigenlijk het antwoord al. Sterrenstof. CO2 is onderdeel van ons en CO2 is onderdeel van al het leven op aarde. De C in CO2 staat voor koolstof en dat is de bouwstof van de natuur. Hetgene waar alles wordt uit opgebouwd. Diep van binnen weten we dat we zelf natuur zijn. En dat we onderdeel zijn van een groter systeem. En dat om te kunnen overleven we eigenlijk zelfs volledig afhankelijk zijn van dit systeem. Wat als we nu eens gaan kijken wat we kunnen leren van de natuur? Wat als we nu eens teruggaan naar het bos? Terug naar wat de natuur ons leert over CO2. In een bos staan 4.000 tot 5.000 bomen per hectare. 1 boom slaat 25 kilogram koolstof op per jaar. Als je het rekensommetje even snel maakt, dan betekent dat een 1 hectare bos 100 ton koolstof opslaat per hectare. De Universiteit van Wageningen heeft onderzoek gedaan en geeft aan dat een cultuurbos 117,7 ton C-koolstof opslaat per jaar. Wat zou nou de beste lokale oplossing zijn? Als je kijkt naar wat de gemeente Bernhezen voor doelstelling heeft, is dat 1680 ton CO2 per jaar besparen. Als je dat deelt door wat een bos aan CO2 opslaat, komt dat neer op 5 hectare bos. Slechts 5 hectare. Wat nu het mooie is dat in Hees West
60 hectare bos moet worden aangeplant. Dat is dus 12 keer de doelstelling die we zouden moeten halen. En dan zou je denken, ja, we staan voor een energieopgave, want we moeten 20 gigawattuur per jaar gaan besparen. En 20 gigawattuur is eigenlijk hetzelfde als wat de nieuwste grootste windturbine per jaar bespaart. Maar een windturbine heeft een levensduur van 20 jaar en een bos gaat eeuwen mee. Een bos zorgt voor een klimaatbestendige oplossing voor onze kinderen, voor de toekomst. Het is een soort van pensioenopbouw eigenlijk. De gemeente is een dienstverlener en die moet zorgen voor een goede omgeving voor haar burgers. En een bos levert niet alleen opslag van CO2, maar zorgt ook dat de lucht wordt gezuiverd. Het water wordt gezuiverd. Er wordt gezorgd voor meer biodiversiteit, zodat ook de omliggende boeren meer opbrengsten hebben. Er wordt fijnstof afgevangen. Allemaal thema's die in gemeentes heel prangend zijn. Nu heeft de Universiteit van Delft samen met Eindhoven, de Universiteit van Utrecht en ook weer Wageningen voor climateproof cities uitgerekend hoeveel kilowattuur een boom aan energie bespaart. Een boom heeft een koelend vermogen van 20 tot 30 kilowatt. En dat komt overeen met 10 airco's. Als we dan kijken hoeveel hectare bos we nodig hebben om aan de rest te kunnen voldoen, dus om 20 gigawattuur koeling per jaar te realiseren, is dat 46 hectare. En in Heesvest hebben we 60 hectare nodig. Dus we hebben ons doel eigenlijk gewoon al gehaald. En naast dat een bos al deze waarden als diensten kan leveren aan de burgers, kan het ook nog economische voordelen hebben, zoals bijvoorbeeld een productiebos of een voedselbos. Naast dat het een goede alternatief is voor CO2-opslag, voor het tegengaan van klimaatverandering, levert het voor de burgers een veel prettiger leefklimaat op en een vele mooiere gemeente. Laten we kijken naar CO2 als sterrenstof. De bouwstof van de natuur die zorgt voor een langetermijn oplossing met een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.